Hij komt daar voor het cycling team, Celtic Steak. En we krijgen hier zo waar een demarage met nog drie ronde wedstrijd, jongens. Met pak jullie niet, nog drie ronde wedstrijd. Het is rechtdoor, rechtdoor. Ja, met nummer 81 was nog Thibaut Thomas, die bijna parcoursvergissing aanging. Maar goed, het is allemaal rechtdoor. Maar kijken, ja, slachtoffer van die demarage, Matteo Smet. Die er ook onder andere 82 geloofd, ook 103. Ik probeer in afsteunen. Ja, ze trekken het peloton aan Vlaarden op dit moment. 1, 2, 3, 4, 5 renners, kan ons zeggen, met de man van Noord met Brabant. Nog aansluiting probeert te maken. Met Vlaarden, is opnieuw Joran van Rust, jawel hoor. Het gevolg door de nummer 81. Timo Thomas is daarnet bijna verkeerd. Dus Joran van Rust, op 2,5 verlof van het einde maart aan de leiding. Samenwerken willen ze de rest op achterstand houden. Er is nog twee ronden wedstrijd, jongens. Nog twee ronden en het is de 78. Eén Fruiter die zich daar 100% voor inzet. Heel moeilijk heeft om samen te blijven. Het zijn volgens mij nog steeds dezelfde zussen, nog steeds die vooraanrijders. Waaronder Joran van Gurt, Milan van Roentem. Dus die man van Amsterdam, die zich tussen is gesmeten. Voor de 81 voor Thomas, tot een hele sterke wedstrijd. En ze maken zich langzaam maar zeker klaar voor de kust. Geen gebruik, ook een vierde positie. De man van het Nederland. En dan links heel snel versnellen, maar vooraan blijft er Joran van Gucht, denk ik. Joran van Gucht, die voor Thibaut. Die voor Thibaut, Thibaut! Het is jawel Joran van Gucht die de wedstrijd wint voor Thibaut Thomas. En tot slot geen gebruiker met nummer 78. We hebben nog